We zijn deze zittingsweek op een wat andere manier begonnen dan gebruikelijk. We hebben extra tijd genomen voor meditatie, bezinning en gebed. Meditatie ging over Colossenzen 1, vers 9 en 10, het gebed om geestelijk inzicht en wijsheid. Waarom hadden we daar als moderamen toe besloten? Omdat we geloven dat alleen door de kracht van het gebed dingen ook goed kunnen gaan. En omdat er moeilijke onderwerpen op de agenda staan, niet alleen maar in deze week, maar in heel deze synode, onderwerpen die de kerk ook echt zouden kunnen verdelen, vonden we het nodig om dit accent extra naar voren te laten komen. Dat we alleen door het gebed, om wijsheid, om de wil van de Heer te kunnen verstaan, ook echt samen verder kunnen komen. Na de meditatie zijn we in groepen uiteengegaan, hebben we een aantal vragen besproken waarbij we ook geprobeerd hebben elkaar in het hart te kijken. Het kon niet zo heel lang, een half uur. En toch heb ik al van diverse kanten gehoord dat dat zeer gewaardeerd is en dat dat echt aan zijn doel beantwoord heeft. Vervolgens, het laatste half uur, zijn drie broeders voorgegaan in gebed om een aantal onderwerpen met naam en toenaam bij de Heere te brengen. Afgewisseld steeds door het zingen van een psalm. En uit diverse reacties te merken is het geheel zeer door de afgevaardigden van allerlei kleur en ligging gewaardeerd. En hebben we ook tegen elkaar gezegd, wat is dit belangrijk om echt samen terug te gaan tot de kern. Het samen biddend zoeken naar de wil van de Heere. En we hopen van harte dat dat in deze week en ook in eventuele volgende weken mag doorwerken. Ja, kunt u concreet een paar onderwerpen noemen? Ja, er is gebeden om het punt van de eenheid in verscheidenheid. Hoe gaan we daar mee om? Zowel binnen ons kerkverband als naar andere kerken toe. Dat is op elke synode best een springend punt. Tweede onderwerp, hoe gaan we om met de broeders en zusters die homoseksueel gericht zijn. Aan de hand van revisieverzoeken komt dat onderwerp opnieuw aan de orde. En daar is ook heel gericht voor gebeden, voor hen zelf, voor familieleden, maar ook voor ons als synode om daar wijsheid in te mogen ontvangen. En een derde cluster van gebeden ging over bewogenheid en betrokkenheid op de wereld waarin wij staan, de verkondiging van het evangelie en de hele wereldproblematiek. En daar zijn drie verschillende broeders voor aangezocht om daarvoor te bidden.